wel weten hoe dat allemaal is ontstaan. Door een geintje? Nee hoor. Er werd mij gevraagd of ik het leuk zou vinden om hier iets te gaan beginnen. Iets van een ruilwinkel of zo. Moet het hek open? En nou, daar heb ik even over nagedacht. Niet lang, want ik vond het eigenlijk best wel een heel leuk idee. Ik zeg, ik zou het wel willen, maar wel samen met mijn maatje, Sjaak. Sjaak! Sjaak! Sjaak. Moet even komen. Ja. En nou, toen hebben we het samen helemaal hier opgeknapt. Sjaak heeft zware dingen gedaan. En ik heb de inrichting gedaan. Maar hoe kom je aan deze ruimte dan? Die heb ik gekregen van Versa Welzijnszorg. Die hebben dit gehuurd. En met dit stuk van het pand deden ze niks mee. En dat hebben we helemaal opgeknapt. Nou, Else is... Hoor jij het ook? Was deelnemer bij de buurtinloop. En die gaf aan, nou, we hadden een gesprek over wat het tekort was in de Ees. Want de kringloop best wel duur is voor sommige mensen. En nou, het pand is van Versa en ook de buurtinloop. En zo, ik ken Else al daar, van daarvoor. En zo is, heb ik Else gevraagd als vrijwilliger, die dat heel erg leuk vindt om deze winkel op te zetten. En dat heeft ze samen met Sjaar helemaal opgezet. Het is een buurtinitiatief van de inwoner voor de inwoner. Ja. Want het is zo wel leuk voor de mensen die het niet hebben. Hè. Die hoeven niet per se wat te komen ruilen, maar kunnen ook gewoon komen halen als ze wat nodig hebben. Maar het is ook wel leuk, het is ook leuk voor de mensen die duurzaam bezig willen zijn. Dus de mensen die het wel hebben, maar gewoon graag op een andere manier erin staan. En op die manier ook weer kunnen teruggeven, hè, met goede kleding die andere mensen weer nodig kunnen hebben. Dat is een mooie opzet, toch? Ja. Maar in ieder geval bedankt voor de inzet. Hoi, hoi. Oh, hoi. Dus we doen gewoon vrijwillige werk. We doen een vrijwillige hart. Oké. Okay. Snap je wat ik bedoel? Mm-hmm. Maar het is wel een mooi opzet, hè, deze winkel. Ja, het is een mooi opzet. Dit is een begin. Okay. Als het nou goed gaat draaien of wat dan ook. Je zou blij zijn als het nou een andere ruimte zou geven. Om meer uit te breien, weet je wel. Oké. Okay. Dit is gewoon een begin. Oké. Okay. Dus want er was geen plan, dit is gewoon een begin. Ja, dat is mooi. Net wat je zegt, als het nou gaat groeien, dan kan je altijd zeggen, nou, meneer van de gemeente heeft hier een ruimte van ons, want er wordt druk in de zak. Ja, ja, ja. Ja? Ja, ja. Als het druk wordt in de zak, je hebt geen personeel, dan zit je met de zak. Ja, dat is waar. Ja, toch? Dus je ziet er wel behoorlijk wat toekomst in. Ja, het ziet er heel goed, maar... Het lief! Dat vind ik leuk. Hij zit er heel goed in, maar... Kom maar. Ook maar dat hij zo doorgaat of wat dan ook. Oké. Ja. Alvast bedankt hoor. Ja, nou, ja, graag gedaan. En ik ga weer mijn koffie verder drinken. We zien elkaar weer. Het is bedoeld voor mensen die wat minder te besteden hebben. En ja, voor iedereen wel. En dan mogen ze dingen, spulletjes meenemen. En het zou ook leuk zijn als ze weer wat spulletjes weer mee terugnemen, zeg maar. Een ruilwinkel is het. Oké. Okay. Maar het hoeft niet per se dat ze wat meenemen, maar het zou wel leuk zijn, want anders is mijn winkel zo leeg. Oké. Maar zijn de Weespers op de hoogte van dit dan? Ja, het komt in de krant deze week. En we hebben flyers uitgedeeld. In de brievenbussen gedaan. Dus ja, er is wel bekendheid aangegeven. Dat is toch wel bijzonder, hè, dat je dit doet, hè? Ja, ze zeggen wel dat het heel bijzonder is, ja. Want in wezen is jouw terrein is horeca, hè? Ja, horeca is altijd mijn ding geweest. Heb ik heel veel liefde en tijd ingestoken, 35 jaar lang. En ja, door omstandigheden kon ik dat niet meer doen. Ja, achter de bar. In een doosje. Goedemorgen, goedemiddag. Ik ben wel Sjaak Maria. Ja. Ik ben de burgemeester of de wethouder. Ja, heel goed, heel goed. Heel goed. Ja, zo, ga je daar. Ik ben daar in de week. Heel erg gefeliciteerd allemaal met deze prachtige winkel. Ziet er heel mooi uit. Ja, dank u wel. Als wethouder duurzaamheid ben ik hier natuurlijk heel blij mee met dit soort initiatieven. Ja. Dus ik hoop dat het een heel groot succes wordt. Ja. Gefeliciteerd. Ja, dank u. En hierbij open ik dan deze winkel. Oh ja. Applaus. Applaus.